Here we go! Afgelopen vrijdag is Research geïntroduceerd in Pokémon Go. En als jij dacht dat dat niet beter kon, dan heb ik nog meer nieuws voor je. Als je de video van gisteren hebt gezien, waarin ik alles uitleg over Research, heb je misschien ook wel de Easter Egg van vandaag gezien. En dat gaan we nu laten zien. Zometeen gaan we ook nog kijken wat al dat Special Research en Field Research is. Maar eerst even de Easter Egg. Het is tenslotte Pasen. Als we naar onze items gaan en daar naar de passes kijken die we hebben, hebben we niet alleen een Free Raid Pass voor vandaag, maar ook een E-Edge Raid Pass. Het is ongelooflijk, het is gelukt. We hebben een E-Edge Raid Pass kunnen krijgen waar ik super enthousiast ben. Als we hem aanklikken, zien we dat hij op volgende week 8 april 11:30 tot 12:15 is geplaatst. En daar ben ik super enthousiast voor, want die gaan we zeker doen. Hartstikke gaaf, dus dat is zeker een mooi paascadeautje van Pokémon Go. Maar daar kunnen we niet al te lang bij stilstaan, want we hebben nog veel meer te doen vandaag. Waaronder, zoals je rechtsonder in mijn scherm ziet, Special Research. Dus laten we die meteen aanklikken. Engineer Suwon, how are you? It's been a while, hasn't it? You've become quite a trainer. Ja, dat hebben we zeker. We hebben aardige Pokémon kunnen vangen. I wanted to ask you for your help. As you know, I study Pokémon and their habitats. I've learned a lot over the years, but recently I found some hints of something mysterious. I was wondering if you would help me investigate what's going on. Natuurlijk gaan we dat doen. You will? That's great. Zeker weten. First things first, let's calibrate my instruments to your area. Could you please complete the following research test? 5 Pokéstops spinnen, 10 Pokémon vangen en 5 Pokémon transferen. Geen probleem, gaan we doen. Dit zijn onze missies die we moeten doen. Ik heb er net al aardig wat Pokémon kunnen vangen, omdat ik wat Weedles zag. Zonder dat ik wist dat je al dan Special Research aan het doen bent. Maar goed, dat maakt niet uit. Het is niet al te bijzonder. Dit zijn onze missies voor Special Research. Voor Field Research hebben we nog niet. Want dan moet je dus eerst een Pokéstop verspinnen. Daarom zit ik hier ook. Dus laten we de Pokéstop gaan spinnen. Kijken wat we krijgen als opdracht. We hebben inderdaad aangeklikt. Spin 5 Pokéstops in totaal. Dat is mooi. En als we dan naar onze Special Research of Field Research gaan, dan moeten we inderdaad dus een gym gaan verslaan. Geen probleem, gaan we doen. Maar eerst hebben we nog gaver nieuws. We gaan ook even deze Pokémon vangen. We hebben niet alleen een eitje zometeen, we hebben zometeen nog een dubbele raid. En die raid begint om 3 uur en is nog een stukje lopen. Dus laten we dat meteen maar even doen, een stukje lopen. We hebben hier eerst nog een Weedle. Nou, gewoon om het feit dat het kan, gaan we even laten zien dat Field Research en Special Research, wat het nou precies is. Hopelijk kunnen we vangen deze Weedle, want dat zijn natuurlijk vervelende Pokémon. Kijk eens aan, Weedle is gevangen en je zag het al rechts onder je scherm. Ja, vang een Pokémon. Prima, hebben we gedaan. Extra Stardust, extra Candy, dit is allemaal. Allemaal niet interessant, maar het gaat erom dat je natuurlijk een Pokémon vangt. En dat is gelukt. Nou, en dan gaan we ook meteen transferen. Ook weer een opdracht voltooid. Transfer een Pokémon. Nou, kijk eens aan. Zo simpel is het. Dus dat is top. Nou, in de boven in je scherm zie je hem al. Daar staat nog een Ludia-raid. Daar gaan we nu naartoe. En dan hopelijk kunnen we zometeen ook nog de Ludia-raid die hier zo zit. En waar ik net mijn Pokémon in heb gezet. Deze dus, de Old Church, ook nog doen. Spinnen ook nog een Pokéstop. Zo makkelijk is het allemaal. Dit is dus het doen van research. Pokéstop spinnen, Pokémon vangen en ze vervolgens transferen. Nou, en dan de laatste update of het laatste enthousiaste nieuws van vandaag. En dan komt er toch echt een keer een eind aan. Tenzij hebben we nog een Shiny Lugia vangen, maar oké. Zoals je kunt zien hebben we nog steeds 18 kilometer eieren in mijn bed. En dat is natuurlijk hartstikke gaaf. En we hebben tot nu toe even kijken hoeveel incubators kunnen sparen. Dat zijn er 3, 4, 5, 6 in totaal. Met natuurlijk onze Infinite Incubator meegerekend. Nou, dat is hartstikke top natuurlijk. Want dat betekent dat we die binnenkort kunnen gaan hatchen. Wat natuurlijk hartstikke gaaf is. 18 kilometer eieren tijdens het Windy Weather Event achter elkaar. Dit wordt het volgende community event Pokémon. Wat natuurlijk hartstikke gaaf is. Umareep. En daarvan is bekendgemaakt dat je als bonus geen Stardust krijgt als je er eentje vangt. Geen extra XP krijgt als je er eentje vangt. Maar dat je een ei veel sneller uit kunt lopen dan normaal. Dus dat betekent dat we hopelijk die 10 kilometer eieren tijdens dat event kunnen gaan openen. En dat we dan maar 2,5 kilometer hoeven te lopen voor dat 10 kilometer ei. Wat natuurlijk hartstikke gaaf is. Dus Mareep, dankjewel. Dankzij jou kunnen we echt een geweldig community event day nummer 4 verwachten. Mijn dikke vinger zat weer eens op het scherm, maar ons 2 kilometer ei is een Corvis geworden. Best wel gaaf als je het mij vraagt. Heeft hij goede IV's? Ook dat nog. HP en attack als beste statistiek. Dus dat is zeker een mooie die we kunnen bewaren. Nog een paar candy kunnen we ook die weer laten evalueren. We staan hier voor de Ludia Raid met aardig wat Pokémon in de buurt. Dus die kunnen we in ieder geval allemaal vangen. En we hebben ook nog even een Pokéstop om te spinnen. Wat natuurlijk weer een dingetje op kan leveren. Spin 5 Pokéstops hebben we voltooid. Kijk dus even aan. En een 2 kilometer ei, dat gaat lekker. Dus die Ludia Raid gaan we zo meteen doen.
Wat hebben we gedaan qua field research of qua special research? Tot nu toe hoeven we nog maar 3 Pokémon te vangen en hebben we onze eerste stap van special research al kunnen doen, wat hartstikke gaaf is. Daarna kan ik ook nog mijn rewards claimen, zoals je kunt zien. 500 HP, 500 HP, dat is 1000 HP en dan de volgende 500 HP, die wacht op ons. Lugia is verslagen, ik hoor al mensen roepen dat ze een shiny hebben gekregen. Misschien dat wij ook onze tweede krijgen, ik verwacht het niet, maar je weet maar nooit. Hij is in ieder geval redelijk hoog qua CP en het is inderdaad geen shiny. 2014, of nou ja, redelijk hoog. Nou, alleen maar 1900 Lugia's te hebben gevangen is alles hoger dan voor Lugia. Dus hopelijk kunnen we vangen. Eerste bal is in ieder geval great, dat gaat al lekker. Ik vind Lugia echt de lastigste en ook de vervelendste om te vangen. Dus even kijken, we gaan hem meteen gooien. Dat is misschien niet al te slim, want die was sowieso had beter even kunnen wachten. Maar ik heb er nu al zoveel gedaan, dat is echt bizar. En blijkbaar vangen dus alleen maar slechte worpen van een legendaries, want je ziet het. Ik raakte hem amper, het is dat hij registreerde, maar ik snap het echt niet. Ik snap het spel echt niet af en toe. Maar goed, Lugia gevangen, heeft hij een beetje goede IV's, dat nog ook wel. Tenminste in ieder geval de beste IV's. Dus die gaan we sowieso even sterretje maken, favoriet maken. En dan kunnen we natuurlijk door met ons field research en special research. Want we hebben weer een dingetje gekregen, namelijk de tweede, ik weet niet meer welke dat was. Maar die kunnen we ook weer krijgen en dan kunnen we door naar de volgende, denk ik. Oh nee, hier zo, er staat nog wat onder. Een incubator, dat wist ik helemaal niet, maar dat is handig. Dat komt goed uit, dat komt heel goed uit. 10 great balls, een incubator, lure models, dat zijn echt gave rewards. Dat zijn hele gave rewards, toevallig kan ik er ook nog eentje gebruiken, die incubator. Maar dat is weer wat anders dan pokeballs en potions en dit allemaal. Great, thanks, engineer Soeren. Now I should be able to detect anything out of the ordinary. Nou, toppie. I believe we need to be on the lookout for a mythical Pokémon. Mythical Pokémon, Mew, Celebi, Jirachi, Deoxys, noem maar op. Are extremely rare and unique. And many consider their existence to be rumor. Could you help me? Could you help get my equipment set up around your local habitat? This will be a great time to take your buddy out to explore a bit and hatch some eggs. Okay, top. Please complete the following research test. Earn 2 candy walking with your buddy. Nou, dat is makkelijk, want we hebben Swablu, dus het is maar 2 kilometer lopen en die is alweer compleet. Made 10 great throws, ik haal niet alles door elkaar. En hatch 3 eggs. Nou, we hebben een 2 kilometer ei in de, in de incubator staan, dus dat is mooi. En ook nog aardig wat rewards weer, dat is ook weer hartstikke gaaf. En dan hebben we natuurlijk ook nog 10 great throws. Nou, is niet al te moeilijk met al die Pidgeys en Weedles en dit allemaal. Dus dat moet ook wel goed komen. Dat zijn de volgende doelen voor onze research. Wat hebben we nog qua field research? Battle een gym en win 3 gym battles. Lugia was helaas geen shiny, maar dat kunnen we goed maken door misschien wel een shiny Shuppet te vangen. De eerste is helaas geen shiny. Ik ga wel even die andere checken voordat die wegrent. Ook geen shiny, dat is balen. Zoals je kunt zien hebben we natuurlijk ook nog field research en dat maakt het ook een stuk leuker om meteen alle Pokémon die je vangt te laten zien. Omdat je natuurlijk een missie achter zit. Het is vandaag trouwens zondag en dat betekent dat ik de field research van gisteren helaas ben vergeten. Maakt in principe niet uit, want nu loop ik wel overal gelijk met mijn 7-daagse Pokémon vangst, mijn 7-daagse Pokéstop streak en dan ook nog research progress. Dus zoals je kunt zien moeten we inderdaad een gym vechten en dan ook nog een 3 keer een bug type Pokémon vangen en voor special moeten we 2 candy verdienen met onze buddy. Nou, dat is makkelijk, want we hebben al een Swablu aanstaan. Dat is maar 2 kilometer lopen en die hebben we gelukt. 10 great throws en 3 eierrijtje. Over eierrijtje gesproken. Ik heb toch besloten om al mijn 10 kilometer eieren, of bijna allemaal in ieder geval, aan te zetten. Omdat ik dan sowieso die uit kan lopen tijdens het meer Stars event en ook nog meer candy event. Oftewel het extravaganza event. En ook nog de kans hebben om dan nog meer 2 kilometer eieren op te pakken. Dus dat gaan we sowieso voor 2 april nog doen. Het is vandaag 1 april. Dat is ook de reden waarom we allemaal van deze icoontjes zien. Oh, nou, er is ook nog een Murkrow. Die kan ook nog shiny zijn, een Murkrow. Dus ook nog hartstikke gaaf nieuws. Ook hartstikke leuk. Maar eerst eens even al deze Shuppet vangen en deze Rattata. Misschien nog even een Pokéstop spinnen voor de field research. En natuurlijk voor onze 7-daagse Pokéstop streak. Dus dat gaat in ieder geval de goede kant op. Als nieuwe field research hebben we net gekregen dat je een Pokémon 5 keer moet power-uppen. En natuurlijk nog steeds dat we een gym moeten verslaan. Nou, ik sta hier achter een gym, waar we gisteren ook de Lugia hebben gevangen. Doe het liever in een power-up aflevering, maar vooruit dan maar. Ik heb nog wel een aantal leuke Pokémon die we kunnen power-uppen. Laten we gewoon eens even kijken of we Kyogre kunnen doen. Dat gaan we niet worden. Even kijken wie dan wel. Ik heb onlangs een hoge IV met Champ gevangen, eindelijk. Dus die gaan we voor vandaag even power-uppen. Dat is 1. Even kijken. Daar gaan we. Het wordt erbij gehouden voor me, dus dat hoef ik niet meer te doen. Even kijken, dan gaan we naar nummer 2. Dat is zeker wel een handige Pokémon om natuurlijk overal tegen te gebruiken.
Vecht is ja, effectief tegen de meeste andere types van alle andere soorten Pokémon types. Vecht is effectief tegen Dark, Staal, IJs, Normaal en Steen. Dan hebben ze alsnog goed onthouden. Dit is nummer 4, dit is nummer 5 alweer. Daarna gaat het super snel. Maar ja, mooie met champ erbij, dat is top. En natuurlijk nog genoeg candy over, dus dat is gaaf. En die kunnen we misschien meteen wel even gebruiken. Oeh, eerst even deze cartoon ervannen. Voor de Stardust en ook voor onze laatste andere field research opdracht. Ik ga hem gewoon een raspberry geven met een pokeball. Ik vind het allemaal prima. Ik heb toch items zat, dus het maakt wel. En een great show, dat is mooi. Dat is mooi. Als je blijft zitten, is helemaal top. Dat is zo grappig, want ja, normaal gooi je altijd great shows. Is het van nou leuk, een great show voor extra XP. Blijft hij niet zitten, wat een vervelend ding zeg. Dan gaan we toch maar naar een great ball overschakelen. Weer een great show, dat is mooi. Hopelijk blijft hij nu wel zitten. Ja, het is een great ball, kom op. Ja, het is wel grappig natuurlijk, want ja, nu zit er ook echt wat aan vast. Dus als je een great show gooit, dan kan je ook wat verdienen zeg maar. Dat maakt het toch net even wat spannender en ook moeilijker om het te doen. Deze is really strong, nou, dat is leuk. Dan kunnen we nog transferen. En dan hebben we alweer aardig wat dingen kunnen doen, kunnen voltooien. We kunnen inderdaad nu een Pokémon tegenkomen. En dan met deze... Pinster. Nou, dat is apart. Ik dacht, je moet ergens naartoe lopen en dan kom je hem tegen. Maar dat is dus niet waar. De Pokémon die je ook hier tegenkomt nadat je een Field Research hebt gedaan. Zijn ook hoger qua IV's. Dan gooi je een Excellent. Zeuren. Maar ja, de Pokémon die je ook tegenkomt na Field Research zijn ook hoger qua IV's. Je kan ze een beetje vergelijken met eieren en Pokémon uit Raids. Dus dat is zeker wel een Pokémon die je wil vangen. En er is ook weer een bug die Pokémon gevangen en een Great Throw. Hij kan inderdaad met de beste mee, met HP als beste statistiek. Geen attack, dus dat is wel een beetje jammer, maar dat maakt niet uit. Dan hadden we nog een aantal Research, dat is deze. Wat gaat dat worden? Een Charmander, dat is wel een gave. Dat is wel een hele gave. Helaas geen Shiny natuurlijk, maar daar kan ik zeker nog eentje van gebruiken met de beste IV's. Dus dat is zeker wel een goeie. En ik weet ook niet hoe het wordt bepaald. Bijna weer een great show. Dat scheelt niet veel. Iets harder waar het moet gooien. Ik weet ook niet of hoe het wordt bepaald. Of je nou random een Pokémon tegenkomt. Zoals nu ja, een Pinsir en een Charmander. Ik weet niet wat die met elkaar te maken hebben. Maar ja, die Pinsir was misschien omdat je 3 bug Pokémon hebt gevangen. Ik zou het niet weten. In ieder geval Charmander erbij. Heeft het nog met de beste IV's. HP en een 100%. Een 100%. Dat bedoel ik dus. Een 100% IV Charmander. Looks like it can really battle with the best of them. HP, attack en defense. De beste die er even... Geweldig. Geweldig. Wat een geweldig update. Wat een geweldig update is dit. Een 100% IV Charmander. Daar ben ik super blij mee. Echt hartstikke gaaf. Echt super gaaf. Oké, nou dat is helemaal top. Field Wars gedaan. Maar ja, we zijn al lang niet klaar, want we moeten ook nog deze gym verslaan. Je kunt zien, appeltje eitje, Jim is verslagen. En dat betekent dat we weer een Field Research hebben voltooid. Ik kan ook nog toevallig de Jim gebruiken, want ik moet weer wat coins hebben natuurlijk voor nieuwe incubators. Wat gaan we erin zetten? We gaan gewoon onze grote vriend Missy erin zetten. Zo, huppatee. Even een dinnetje voeren en dan gaan we trouwens ook weer verder lopen, want we moeten natuurlijk wel onze eieren hatchen, die 10 kilometer eieren. Ik ben er echt super enthousiast voor, dat wil je niet weten. Even kijken, pokerstopjes spinnen, weer wat items erbij. Geen nieuwe Field Research natuurlijk, want dan komt alleen dat normale Pokestops. En dan hebben we hier weer wat nieuws verdiend. Nou, dat is dan 5 Potions. We moeten ook nog aantikken. Het is niet zo dat je 5 Potions even krijgt. Nee, je moet het wel aantikken, anders krijg je hem niet. Even kijken. Dus inderdaad, ja, 1 april is onze eerste Field Research compleet. En ja, op 8 april, ook de dag dat we Mewtwo kunnen vangen, kunnen we waarschijnlijk nog een legendarische Pokémon vangen. Maar welke dat wordt, dat weten we niet. En of het überhaupt een legendarische Pokémon wordt, weten we ook niet. Het heeft totaal niks met Field Research te maken, maar is wel een nieuwe Pokémon in de Pokédex. En misschien kans op een Shiny, dat helaas niet. Een wilde Larwon. Dat is wel super gaaf. Ook nog maar 139 CP. Dus dat is helemaal top. Want dat betekent dat we die hopelijk kunnen vangen voor over onze Excellent. Dat is mooi. Perfect. Ik dacht even dat we hem niet zouden krijgen, een Excellent of een Great, maar het is net wel gelukt. Toppie. Helemaal top. Hartstikke gaaf. Want dat is en weer, zoals ik zei, een nieuwe Pokémon. En natuurlijk gewoon, ja, überhaupt een gaaf Pokémon om te vangen. En dan natuurlijk weer extra Stardust, enzovoort, enzovoort. We deden het allemaal. Het is gewoon hartstikke gaaf. En dan komt hij ook nog als dat nieuwe, als de 8-bit plaatje, komt hij tevoorschijn. Misschien ook nog eentje met de beste IV's. Zou wat top zijn, dat helaas niet. Maar dat maakt niet uit. Het is weer een Pokémon, zoals ik zei, voor zowel de Field Research als voor de Pokédex. Dus dat is zeker gaaf.
Nou, ik heb ondertussen weer wat andere Pokémon gevangen. Dus we hebben weer wat andere Great Throws gedaan. Ja, zoals je kunt zien zijn we aardig op weg met die Great Throws. En hebben we ondertussen deze ook nog erbij gekregen als Field Research. Drie Sabelu vangen. Nou, dat gaan we zien ook nog wel lukken. Hier hebben we nog een Carvana. Ook nog wel een gaaf Pokémon die ik goed kan gebruiken. Voor eentje met nog betere IV's. Dus hopelijk kunnen we ook die gevangen. Die ga ik gewoon een Pineberry geven, want ik heb hem al geëvalueerd van derde generatie. Kijken of het zo gaat lukken. Nee, totaal niet. Uiteindelijk toch nog gelukt. Een excellent show zelfs, kan je nagaan. Gaat stukken beter. Het field research trainen, dat werpt zijn vrucht al af. En hij kan ook nog met de beste mee, dat is wel toevallig. Want dit was gewoon een wilde Pokémon zonder ook maar weather boosters of weet het wat. Dus altijd wel leuk om mee te nemen. Even tijd, dan hebben we weer field research gecomplete. Of special research, sorry. En dan kunnen we nu onze reward claimen, dat is natuurlijk 1000 HP. En dan zijn we al een stukje op weg naar de 2000 Stardust en een aantal incense en een aantal great ballen. Zeker wel goede rewards zou ik zeggen. Ja, incense moet je normaal alleen, kan je alleen kopen in de shop. Dus dat je ze nu ook gratis kan krijgen is best wel gaaf. Dit keer is het me gelukt om met dit te vinden in bedwang te houden. En kunnen we hopelijk het eitje live zien hatchen. Dus ook meteen weer een ei voor onze field research of desk research. Of een mudstrip. Field research en desk research zijn, als je onderzoek doet voor je scriptie, ook termen. Dus zodoende dat altijd een beetje in de war raakt met welk soort research er in Pokémon Go is. Deze ziet er in ieder geval best wel goed uit qua statistieken. Want ik had de vorige keer al een 544 Hz. En die was 96%. En deze ziet er ook naar uit dat die 96% of misschien wel 98% is. Elke mudkip die ik heb. Elke mudkip die ik heb, heeft minimaal 94% of hogere IV's. Echt bizar. Maar van Turf Shirt hebben we nog helemaal niks. Dat is een beetje balen. Oh, er zit ook de Sabelu op de neerbij. Dat is mooi. Want die kunnen we goed gebruiken voor natuurlijk weer onze nieuwe research. Even kijken, waar zit die? Oké, die zit daar zo. En een Pidgeotto. Of een Pidgeot. Een van de twee in ieder geval. Die kunnen we ook wel goed gebruiken voor de Stardust. Dus dat is wel top. En dan hebben we ook weer natuurlijk research gedaan. Dat is deze. En dan kunnen we een Pineberry krijgen. Oké. Niet al te veel. Eén Pineberry, maar is wel welkom. We lopen nu richting de gym die we vanochtend hebben overgenomen. En dat is daarmee het einde van ons rondje voor vandaag. We hebben echt weer geweldige Pokémon gevangen. Lugia's, 100% Pokémon. Nieuwe Pokémon. En ook onze eieren zijn er weer aardig lekker op weg om gehatcht te worden. We zijn er super enthousiast voor. Dat gaat zeker de volgende vlog gebeuren. Waarin we natuurlijk ook een Mewtwo gaan vangen. Wat echt bizar is. En hopelijk misschien ook wel die Mew. Als we met onze field research en special research wat dingetjes hebben kunnen doen. Ik wil proberen dat sowieso in de video, in de vlog te doen. Niet in een achteraf video. Maar dat natuurlijk een beetje lastig is met werk. Ga ik even kijken hoe we dat gaan doen. Anders probeer ik gewoon twee van die special research per week te doen. En in een vlog te doen. Je kan toch maar één keer vangen, dus dat scheelt. Terwijl ik nog even deze Aria doos van. Wens ik jullie natuurlijk een hartstikke fijn Pasen toe en natuurlijk een hartstikke mooi weekend. Ik hoop natuurlijk dat jullie van de video hebben genoten. Laat me natuurlijk zeker weten wat jij van al deze research vindt. Vind je het gaaf? Vind je het niet gaaf? Waarom vind je het gaaf? Waarom vind je het niet gaaf? Lijkt me hartstikke gaaf om te horen. Voor nu, hartstikke bedankt voor het kijken en voor al jullie geweldige support. Wordt dus altijd super gewaardeerd. En dan zie ik je heel graag bij de volgende video.